Nou ja, de waarden die ik belangrijk vind, of waarom ik dat belangrijk vind, dat is ook iets wat in mij zit. Ik vind het belangrijk dat mensen respect voor elkaar hebben. Dat mensen elkaar in hun waarden laten. Ook integriteit, eerlijkheid zijn belangrijke aspecten, belangrijke waarden daarin. Ik ben van mening dat ieder in het gezin zijn eigen ding moet kunnen doen. Nou, je moet jezelf kunnen zijn. Op het moment dat je niet jezelf kunt zijn, kun je ook niet op de juiste manier ontplooien. Zeg maar. Dan word je geremd, hè? Dat is niet de bedoeling. Nou, dat vind ik belangrijk, dat dat wel mogelijk is. Ik heb bij meerdere bedrijven gewerkt en kan dus een vergelijk maken met andere bedrijven. En dan werkt het gewoon anders. Ik ben begonnen als stagiair hier en ik ben daarna gewoon gaan werken. In de avond heb ik mijn school afgemaakt. Ja, bij mijn vorige werkgever liep ik tegenaan dat ik was op me alleen aangewezen. Niemand anders die hielp mij. Ja, ik stond echt overal echt alleen voor. Het was ook geen team. Niemand anders kon ik wat vragen. Of in ieder geval in beperkte mate, zal ik het zo zeggen. Als ik daar een hele lange dag gewerkt had, of ik had weekends gewerkt en ik had me echt uit de naad gewerkt. Je kreeg nooit terugkoppeling van dat je iets goed had gedaan had of iets slecht gedaan had. Of bedankt. En ja, bij Geonius is het echt van, als ik ergens mee zit, dan kan ik gewoon bij iedereen terecht. Ik denk dat als je mensen gewoon de vrijheid en het vertrouwen geeft om hun werk te doen. En ze ook niet bang hoeven te zijn om fouten te maken. Zodat ze daar niet direct op worden afgerekend. Dat het gewoon ervoor zorgt dat ze ook beter presteren. Lekker. Ja, hoe ziet het team spirit in elkaar? Als iemand bijvoorbeeld een kindje gekregen heeft, dan ben ik niet degene die zegt van, oh, goh, er moet een kaartje gestuurd worden. Nee, dat is automatisch. Er wordt een kaartje gestuurd. Er is altijd wel één directe collega die roept van, goh, zullen we met z'n allen op bezoek gaan? Zullen we een datum prikken? Ik denk dat er niemand is die echt alleen werkt of op zichzelf is. De directie draagt het natuurlijk uit. Daar begint het. En ook, het begint natuurlijk bij de werving en selectie om de juiste mensen binnen te halen. En als je een directie hebt die de kernwaarden van het bedrijf niet uitdraagt, ja goed, dan haal je natuurlijk ook niet de mensen binnen die je wil. Iedereen in de groep heeft een bepaalde waarde, heeft een bepaalde competentie en is van belang voor die groep, voor dat project, voor het bedrijf. Op het moment dat je dat uitdraagt en ook uitspreekt richting de medewerker, krijg je ook die betrokkenheid en die gedrevenheid. Al even opgeschreven zeg maar, wat die verklaring van het resultaat zou kunnen zijn. En het gaat ook om het uitvoeren van projecten. Het gaat niet om het winst te maken om projecten. Ja, dat is ook wel een redelijk kenmerk van mensen die binnen Geonius werken. Ze gaan allemaal voor een goede kwaliteit. Ze willen allemaal het beste voor de klant. Het resultaat is de omzet. Die filosofie zeg maar, die de directie van Geonius uitdraagt, is mijn inziens een heel belangrijke voor het succes van Geonius. Meneer Geonius, ja, het is gewoon, alles is gewoon bespreekbaar. Als iets niet goed is voor het project of als een fout gemaakt is, dat
dat wij juist dat aangeven als advies. Waardoor het hele projectteam vertrouwt. Ik denk dat dat een van de belangrijke assen in ons werk als Geon is. Iedereen moet iedereen helpen. Ja, toen ik dus 10 jaar geleden begon, ja, was Geonius, ja, we waren met 30 man op zijn hoogst. En ja, dat was allemaal heel klein. Het is eigenlijk wel hetzelfde pand, maar nog niet de helft van het pand stond er nog. We zaten echt met geo en milieu op 1 verdiepingje. Je wist precies wie wat deed. Dat is, er zat een kast tussen, was de afscheiding van de afdelingen. Dus je wist precies, nou, geo gaat dat doen, milieu gaat dat doen. Dus niemand is te pushen, dat moet zo. Dus eigenlijk al vanaf toen we nog klein waren als waren tot nu, is het altijd zo doorgekabbeld. Gewoon. Kijk, als je puur op projectbasis kijkt, heb je natuurlijk, dat is de veldman, dat is de projectleider. Maar zo gauw het niet meer het project is, dan is het allemaal hetzelfde. En, Kijk, ik kan gewoon Erik iets vragen en Frank en Sjoerd de directie en zo. Dat kun je gewoon doen. Andersom doen we dat ook gewoon. Maar je kan toch mijn pensioen wel rondlopen, ja. De mensen zijn jouw kapitaal. Dus zorg ervoor dat die mensen zich goed voelen.